Yo beste kijkers van YouTube kanaal, vandaag weer een nieuwe video en vandaag gaan we een nieuwe minigame op Minecraft spelen. Dat spelletje heette Egg War of zoiets. Ik zou niet weten wat ik ga doen. Ik moet het sowieso eens eerst zien te vinden. Hier ligt TNT run. Ik ben benieuwd waar ze het neer hebben gezet. Hier staat parcours minigames, please. En er moest ergens Egg War zijn, maar ja. We gaan eens even kijken waar die Egg War ergens onder valt. Hier hebben we Paintball, dat is het ook niet. Hide and Seek is het niet. Nou. Dat is het niet. Even kijken. Oh wacht, hier zo staat het gewoon. Ha, lol. Dat was slim van mij. Oh, Hotel Play Egg War. Oké, dit werkt wel met teams. Nou, ik ben benieuwd. Ik zou zeggen, let's join, weet ik veel. Hier, die. Oké, ja, ik zit erin. Nice. We gaan beginnen. Ik ben heel erg benieuwd. Egg War. Oh. U. Wat gaan wij doen? Ik love Skyblock zo, joh. Ik kies die. Oh. En nu. Ah, oké. Dus we moeten gaan ruilen voor dingen en I don't know wat allemaal. Dat is een diamond. Ik snap er nu al niks van. Dat kan ik je nu wel zeggen. Oké, we moeten waarschijnlijk dit eilandje gaan doorzoeken of zo. I don't know. We gaan eens even kijken wat we allemaal kunnen doen. Wel weer zeker een leukste spelletje wat ik nu nooit heb gespeeld. Altijd wel weer leuk om te gaan proberen van wat is het dan voor iets. Ja, ik kan hier niks vinden hoor. Hé? Oh nice, ik kijk gewoon. Dan gaan ze door. Heb ik daar alleen nog even hout nodig en dan kan ik al hele leuke dingetjes gaan bouwen. Kan ik dit slopen? Oh nee. Ik kan alleen blokken plaatsen. Oké, dat is ook bijzonder. Ik weet helemaal niet wat voor team ik ben. Dus ik ga heel rap terug. Nou, gewoon random met een team gespawnd. Even kijken, welk team zijn wij? Wij zijn geel. En wil jij iets gouden? Oh ja, zo kan ik die blokjes. Ja, I don't know. Ik snap er eigenlijk helemaal niks van. Oh wacht, hier ligt wel heel veel gold nu. Gaan we eens een kistje kopen. Wat zou er in zo'n kist zitten dan? Oh wacht. I don't know. Ik snap er echt helemaal niks van wapens. En daar heb ik weer diamonds voor nodig. Die hebben we niet. Die heb ik weer te weinig. En die heb ik ook te weinig. Ik ga zo helemaal niet opschieten. Even kijken. Ik ga weer even opnieuw goud pakken. Hopsakadee. Nou, het ziet er wel echt geniaal uit. Alleen ik vind het een beetje jammer dat ik nog niet echt weet wat ik moet gaan doen. Wat is dit dan? Oh, kijk hier hoeveel iron hier ligt. Hoppa. Oh, dit gaat wel lekker. 40 iron. En wat was dit ook weer? Dit was de diamonds. Ik ga een stuk slomen die diamonds. En dan hadden we hier goud liggen.
En wat dan daar rechts ligt, dat weet ik ook dan niet. Ga ik eens even kijken. Het ziet er wel echt uit als een leuke game mode, dat zeker. Hier staat helemaal niks dan. Oh, vet. Oh, je moet echt alles met die dingen... Oh, ik begin een beetje te snappen. Je moet op een of andere manier... Ja, ik heb sowieso eten nodig, dus ik ga heel even rap kijken of ik iets van eten kan kopen. Ja, hier, kom maar op. 2, 3, 4. Ik heb eten nodig, dus... Ik heb geen andere keus. Ik moet iets... En dan. Nou, ik weet niet wat ik allemaal hoor, maar ik hoor van alles en nog wat. Maar dat denk ik niet worden geüpgraded of zo. Ik zou echt niet weten. Waarschijnlijk is het gewoon bij deze game mode heel lang wachten. En dan, na dat wachten, kun je wat meer dingen doen. Zo'n idee begin ik er een beetje bij te krijgen. Maar, ik ben natuurlijk hier ook nog niet boven geweest. Ik zie nu in één keer een trap naar boven. Waar gaat dit dan naartoe? Liggen hier nog speciale dingen of zo? Ik zie dat deze gast hier... Oh, natuurlijk. Wij moeten dat ei beschermen. Dat ligt dus daar binnen. En hier probeert er eentje een ei te stelen of zo. Oh, damn. Even kijken. We hebben weer iemand gekild. En hoe zit dat dan met... Ik vraag me sowieso af op het moment dat je iemand kilt of je daar weer terug kan spawnen ofzo. Dat is al wat ik zeg. Ik heb hier totaal nog geen ervaring mee met het spel. Had ik al iets meer ervaring. Maar ja. Nou kijk, ik heb een stack iron. En daar kon ik een zwaardje van kopen. Dat durf ik om te wedden. Dat ik moest. En daar heb ik een diamond sword van. Even kijken. Dan doen we één van een die. En dan wil ik eigenlijk... Oh. Ja, dan... We zijn wel netjes. Het team geeft me tenminste wel spullen. Ja, ik kan nu kiezen. En ik maak denk ik een hele goede keuze om gewoon dit allemaal aan te gaan trekken. Dan ben ik tenminste een beetje beschermd op het moment dat er iemand gaat komen. Nee, even kijken. Hop, die aan... Nou, gaan we alles even aantrekken zoals jullie kunnen zien. Hop, zakkade. Alles staat nu aan. En nu is het dadelijk gewoon battelen. En we moeten dadelijk iets gaan zien te veroveren. Dat ei of zo. Nou, ik zorg dat we daar genoeg eten bij hebben. Want ik heb genoeg iron nog. Dus dat eten, dat kan wel goed komen. Oh, lekker. Weer wat diamonds erbij. Ziet er redelijk positief uit. En ik ga eens even kijken of ik met die diamonds niet al een diamond sword kan maken. Ja, ik kan een diamond sword maken. Ik weet niet of het verspilling is, maar ik kies nu voor een diamond sword. Maar ik heb eigenlijk veel meer diamonds nodig. En even kijken, we zaten team geel. We hebben op dit moment nog 4 spelers, dus dat is positief. Hier ligt al die iron. Voor dadelijk wat eten. Ik dacht dat ik net... Oh wacht, hier. Ja, kijk, ik heb alweer 12 diamonds erbij. Maar, nu vraag ik me af of ik... hoe heet dat? Als ik op dit poppetje klik, of ik dan ook zo'n ding kan kopen. Waardoor alles sneller gaat. Dan ga ik nu ook meteen even kijken. Ik ga er nou vanuit dat het moet kunnen. Nee dus. Want hoe kun je eigenlijk anders die dingen dan sneller krijgen? Oh, golden apples. Dat is ook wel nice. Nou ja, zeg even kijken. Daar heb ik nog ander eten wat ik mee wil nemen. Nemen we dit aan biefstuk mee. We hebben 21 biefstuk. Hebben voorlopig genoeg aan.
Alleen armor, dat heb ik nog veel te weinig. Nee, gast, ik heb nog armor nodig. Nee. Nee. Nou, ja zeg. Dan gaat hij toch op blijven staan of zo? I don't know. Ga je weg. Het is mijn armor. Mijn armor. Oh, die zijn al volop geüpgraded. Ik heb nog een spul nodig of zo. Oh, wacht. Ik heb trouwens misschien net genoeg diamonds. Doen we die aan. Die aan. Die aan. Dan hebben tenminste wel al iets. Ik wou zeggen. En dan doen we... Hup, zakkerij. Die. Die. En die. Dan heb ik nog maar 3 diamonds nodig. En dan heb ik de... Heb ik hem compleet. En er liggen wel meer dan 3 diamonds. Dus dat is alweer mooi. Oh, die is trouwens al level 3, joh. Nou. Ik denk dat we zo meteen klaar zijn om te gaan aanvallen. Het begint alweer een beetje te onweren hier. Even kijken. Ik ga sowieso heel even snel de laatste dingen pakken. Zo. En dan is het dit. Eigenlijk hebben we dit gewoon niet nodig. En dan ga ik even wat eten. En dan gaan we eens even kijken. De battle. Ik ben er helemaal klaar voor. Voor een hele mooie battle, hoop ik. Ik zou niet eens weten of het een mooie battle wordt. Dat gaan we zo achterkomen. Even kijken. Wat is de bedoeling? We staan hier nu boven. Hier staan trouwens ook... Holy crap! Holy crap! Nou, daar hebben we voorlopig wel voldoende aan die iron. Maar nu. Hier staat natuurlijk niks wat ik kan... hoe heet dat? Nergens iets waar ik kan gaan craften ofzo. Wat ik wel eigenlijk nodig heb. Ik vind het ook zeer gewaagd van die gasten dat ze hier naartoe durven te komen dadelijk. Of als ze dat gaan durven, sowieso. We hebben nog op dit moment nog 4 spelers over. Er zijn nog maar weinig teams die echt zoveel spelers over hebben. Of ja, weinig. Er is er ook nog eentje paars met nog 5. En dan zie ik oranje, groen en geel met 4. Blauwe is er nog even nog maar eentje. Maar nu gaat het er natuurlijk om. Om de rest te gaan verslaan ofzo. Ik weet trouwens niet wat de bedoeling is. Ik heb zo'n idee dat we nu naar hun eiland toe moeten zien te komen. En dan hun drakeneieren te vernietigen of zoiets. Zo'n idee heb ik. En ik ga dus ook proberen om op dit moment naar een eiland toe te komen. Ik wou zeggen, ik heb hier ergens iets gezien. Kijk, hier zo was dat. En we gaan ervoor. Eens even kijken. Ga ik iemand hier vinden? Ga ik iemand kunnen killen? Ik ben heel benieuwd. Hier staan er wel heel veel. Oh, dit kan fout gaan. Dit gaat fout. Dit gaat fout, denk ik. Als je het zo zie, hij gaat vluchten voor mij. Ja, ja. Hier heb ik er nog één. Kom maar op. Ik heb jou al een paar keer flink gedamaged. Nee. Oeh. Ik denk dat het bijna voorbij is. Ja, ik heb een kill. Nice. En ik heb er weer eentje uitgeschakeld. Ziet er positief uit voor mij. En hij probeert het, maar... Dit pik ik niet. Mij hoef je niet te gaan slaan, jongens. Als je mij gaat slaan, ga ik terug slaan. Het zou toch mooi zijn als ik hier dit heel eilandje heb kunnen uitgooien.
En die is ook al dood. Kom maar op. En ze proberen me uit te dagen, maar... Ze mogen uitdagen wat ze willen. Mij maakt er niks uit. Ik heb mijn golden apples, ik heb mijn diamond sword. Ik heb nog een kill. Holy crap, dit gaat echt goed voor mijn allereerste potje. Ja, wat wil jij dan? Denk je echt dat hij gaat helpen? Ik ben niet alleen maar kills aan het maken. Ik weet niet eens wat ik moet gaan doen, maar... Op dit moment gaat het voor mij om de kills maken, denk ik. Komen ze weer opnieuw? Zou zomaar kunnen. Oh damn, oh damn. Nee. Wauw. Ik overleef het hier al best wel lang. Wat willen ze nu van mij? Dat vragen we eigenlijk af. En weet je, ik ga hun draakeijers erbij halen. Als het goed is ligt dat ding hierboven. Tenminste, bij ons lag hij hierboven. Zag ik net, heel snel. En dan zou hij hier moeten liggen. Ja, ja. En ik heb het drakenei destroyed. Nice. Dus wij ben ik lekker bezig dit potje. Het allereerste potje wat ik ook speel. En dit is al wat ik zei. Ik snapte er eigenlijk in het begin al helemaal niks van. Maar we hebben al twee teams uitgeschakeld. Waarvan ik er eentje al compleet heb uitgeschakeld. Ben ik al heel erg blij om. En vooral voor dit eerste potje. Ik vind het een mooie prestatie eigenlijk. Even kijken. Ja, wat gaan we nu doen? Ze kunnen wel proberen om elke keer te gaan slaan, maar het heeft absoluut geen effect. Ik wil dan trouwens wel heel erg bedanken voor alle diamonds die ik van hen heb gekregen. En ik zie nu vuurwerk, of ik hoorde vuurwerk. Ik weet niet of dat erbij hoorde, maar ja. En dan ga ik nog een paar golden apples erbij maken. En in dit geval maak ik gewoon de normale, denk ik. Hoewel, ik kan ze beide gaan maken. Doen we die. En dan doen we die erin voor dit. Nou, dan gaan we eens even kijken wat we nu nog meer kunnen gaan doen. Ik ben namelijk heel erg benieuwd. Want we hebben nu nog een aantal eilandjes die we nog moeten veroveren. Nog 4 stuks om precies te zijn. En ik ga ook eens even kijken. Oeh, dit potje duurt al 18 minuten. Al een flink lang potje is het ook. Maar, we gaan naar het volgende drakenei. En dat is team paars. Team paars ziet er wel wat sterker uit. Al maakt het mij helemaal niks uit. Want wie zegt dat ze ook goed zijn in de verdediging. En daar ga ik zo meteen proberen achter te komen. Door deze hele sluwe aanval te gaan doen. Ik ga sowieso even een golden apple eten. Pak mijn zwaard erbij. Oh. Nee! Oh, dan viel ik omlaag. Na alles wat ik heb gedaan en goed had gedaan. Is het toch... Is het nu voorbij, compleet? Nee, het is niet compleet voorbij. Ik heb alleen geen spulletjes meer. Dat vind ik wel erg jammer nu. Maar nu ben ik heel erg blij dat hier nog wat spullen lagen. Of liggen nog. En dan ga ik heel even hier kijken. En dan ga ik zo meteen naar het midden toe. Ga ik ook even wat spulletjes erbij pakken. En dan loop ik dan weer gewoon terug. En dan waarschijnlijk heb ik dan wel weer voldoende spul. We gaan eens even kijken. Wordt op dit moment nog maar heel weinig aangevallen. Er zijn volgens mij ook echt nog maar 2 teams die zijn uitgeschakeld. Zo'n idee had ik. Oh. En het ging tot net het laatste moment heel erg goed.
En dat had ik ook totaal zelf helemaal niet verwacht. Ik zag het ook echt niet aankomen dat het zo lekker ging. En toen ging het op een gegeven moment in één keer blijkbaar fout. Een beetje jammer. Kan gebeuren. Ik had heel veel spul. Wauw, kijk. Dit maakt weer een klein beetje goed, al die iron die ik krijg. En dan hebben we hier nog wat diamonds. En dan ga ik heel even kijken hier zo wat ik nog allemaal nu kan gaan bouwen. Oh. Ging bijna fout. Hup, zakkerij. En ik ben wel heel erg bang dat zo'n potje best wel lang kan duren. Want op dit moment staan we al op 20 minuten. En ik had echt zoiets van, oh, dat is gewoon... Dan dacht ik echt, letterlijk even in het begin, gewoon een gevecht met eieren of zo. Ja, het heet ook X-War, dus ja, toen had ik zoiets van, klinkt leuk. Maar toen ging het steeds langer duren. Nou, we gaan natuurlijk eerst onze iron spulletjes weer erbij pakken. Die zijn namelijk wel heel belangrijk. En dan maken we natuurlijk ons zwaardje meteen. Oh wacht, die kunnen we nog niet bouwen. Dit is misschien ook nog wel handig. Nou weet je, ik bouw die erbij. En dan wat ik nog meer wil hebben is natuurlijk ons zwaardje. Maar die kan ik nog niet. Eten wil ik natuurlijk ook weer. Daar doe ik gewoon een hele stack iron voor. Wacht even. Oh nee, daar heb ik inderdaad gold voor nodig. En dan kan ik er nog eentje. Mooi zo. Dit hebben we ook al. Kan ik even eten. En nu. Ik vraag me eigenlijk af waarom hun daar de hele tijd bij staan. Want ik kan heel goed die dingen gebruiken. Maar ik krijg er gewoon de kans niet voor om ze te gebruiken. En wat ik me ook wel afvraag is hoe lang gaat dit nog duren. Want waarschijnlijk heb je onbeperkt levens. En gaan de levens pas af op het moment dat je drakenei is gedestrooid. Daar gaat op dit moment tenminste mijn vermoeden naar. En ja, ik ben wel echt heel erg benieuwd. Dat is het enige wat ik eigenlijk helemaal kan zeggen hierover. Ik heb ook wel zo'n idee dat er een hele lange game mode is. Dat vind ik wel een beetje jammer. Want als ik minigames speel, denk ik normaal gesproken gewoon aan korte game modes. Maar dit is best wel een lange game mode. Ik had het ook absoluut niet verwacht dat het zo lang ging duren. Maar ja. Ik ga eens even kijken of ik nog iets kan betekenen. Misschien zit er nog wel een kans in dat wij hun kunnen veroveren, hun ei. Maar ik ben er een beetje bang voor dat het eigenlijk een beetje op en neer gaat. Want hun killen ons, wij killen hun. Maar op het gegeven moment heb je natuurlijk wel geen spullen meer. Dat zei je bij mij net ook. Want je wordt gekild en je houdt geen spullen meer over. Dat was ook waarom ik op een gegeven moment heel makkelijk die basis van hun kon veroveren. Zo, lopen we even langs dit. Even langs al die dingen lopen. Oh, ze hebben de rest gedestrooid. Nu? Oh nee, je hebt er meerdere. Nice. En hier heb je er nog één. Upsakadee. Nou, en nu is het kiezen. Waar gaan we voor? We hebben daar groen. Groen, daar heb ik eigenlijk nog helemaal niks van gezien. Paars weet ik dat ze wel echt in de aanval zijn. Daar kijken ze al heel goed uit wat ze aan het doen zijn. Er zijn wel al wegen naar groen, dus ik ga wel eens even hier kijken. Misschien zit er wel een of andere mogelijkheid in dat ik naar een basis toe ga. En dit ziet er goed voor mij uit. Ik probeer gewoon meteen ongemerkt naar boven te komen. En om hun basis te veroveren. Of dat gaat lukken, I don't know. Ik haat pijlen.
Oh, verdorie. Ja, Ah, nee. Nee, dat meen je niet. Hij had het hele ding van obsidian gebouwd. Dat zag ik niet aankomen. Hoe hebben wij dat ding gebouwd dan? Ja, wij... Oh, we hebben hier wel overal echt blokken tussen staan. Maar even goed. Dit is gewoon... een game mode die... te lang gaat duren. Dat is, daar ben ik nu al over uit. Merk dat dit ook echt de eerste en de laatste keer dat ik het speel. Het is namelijk wel misschien een leuke game mode. Maar het is al wat ik net ook al zei. Als ik aan een minigame denk, dan denk ik aan een 15 minuten. Hoogstens 15 minuten. Maar op dit moment duurt het al 25 minuten. En dat vind ik gewoon te lang voor een minigame. En dat is al wat ik zeg, dat is mijn mening over minigame. Want op het moment dat je kijkt naar een Skyblock en zo. Oh ja, Skyblock, Skywars bedoel ik. Die duurt natuurlijk ook niet zo lang. Nou, dat is het. Kijk, ik krijg wel wat spullen. Dat vind ik wel heel lief van hun. Maar er moet meer gaan komen. Er moet meer gebeuren. Dat is één ding wat ik al zeker weet. Hier ligt volop iron. Maar ja, daar hebben we heel weinig aan. We hebben echt eigenlijk alleen iets aan diamonds. Wat ik natuurlijk wel kan doen, is dadelijk toch gaan voor deze. Ik ga het trouwens gewoon doen. Hopsakee, ik koop hem gewoon. En dan kan ik altijd nog gaan voor een TNT. Ik heb wel goud nodig. Maar ik zal eens even kijken, er zal wel genoeg goud liggen. En ik weet niet of ik ook die TNT kan laten afgaan, maar... daar hoop ik eigenlijk wel op. Dus we gaan er gewoon voor. We gaan eens even kijken. TNT. Want hoe werkt deze TNT? Oké. Oké, het werkt wel. Nu weet ik alleen dus niet of het genoeg damage gaat doen. Maar we gaan het gewoon proberen zometeen. En wie weet doet het genoeg damage. Het is altijd wel leuk om te proberen. Ja, kijk, hun gaan het ook meteen proberen van nu. Ik wist dus zelf ook niet dat het ging werken, maar het werkte blijkbaar gewoon. Dan hebben we nog natuurlijk eten nodig weer. En ja, weet je, ik heb eigenlijk zo'n idee dat ik gewoon te weinig kansen nog maak. We gaan nu worden aangevallen, dus het kan zijn dat het zo voorbij is. We hebben nog wel 4 man in ons team. Groen nog maar 2, grijs nog maar 1. Dus alles is nog mogelijk. Dat is één ding wat ik nu al kan zeggen. Dus de spanning die gaat erin komen. En het zou zo meteen vast en zeker wel worden gevonden van wie er dadelijk toch het sterkste team heeft. Ik ben er bang voor dat wij niet het sterkste team hebben. Maar ja, het is zo zoals het is. Terwijl we er eigenlijk best wel goed voor staan. Dat moet ik wel eerlijk toegeven. Maar, we hebben even kijken. Er zit ook een limiet op van hoe lang dit potje mag duren volgens mij. Als er nu eens een limiet op stond. Maar dat staat er ook al niet op. Ik had diamonds gepakt. Even kijken, daar hebben we er zoveel nu van. Moeten we nog even een paar meer hebben. Maar de eerste armor die kan ik al maken. Even kijken. Wil ik mijn schoenen. En wil ik die zo. Doe die aan en die aan. En dan haal ik gewoon weer even mijn nieuwe diamonds op. Hopelijk zijn het er weer 10. Ja, precies 10. Zijn er precies genoeg. Ik heb nu denk ik best wel een goed spul om dadelijk te gaan aanvallen. Als je mij wilt aanvallen, joh. Ah, daar heb ik het. Nee, heb ik niet. Terwijl, of niet? I don't know. Groen is ook al uitgeschakeld, zie ik. En nu hebben we alleen nog geel en paars over. Dus het gaat erom hangen van wie er nu gaat winnen. Ik wou zeggen, jongens, verdedig dat ding. Verdedig het ei. En er is er nog eentje geëlimineerd. Groen heeft er nog maar 1 over. Wij hebben er nog steeds 4. En dit wordt dus vandaag gewoon een extra lange video.
Vind ik ook helemaal niet erg. Het is wel een, wat ik al zeg, best wel leuk om te doen. Ah. Maar niet om nog vaker, of ja, vaker. Om heel vaak te gaan opnemen. Oh, damn. Ons ei is gedestrooid. Dat betekent, op het moment dat wij nu doodgaan, worden wij geëlimineerd. En dat zou voor mij op dit moment zijn en betekenen dat ik waarschijnlijk ga worden geëlimineerd, want... Ja, dat was het. Helaas, we hebben niet gewonnen. We zijn ver gekomen. Ik heb heel veel kills kunnen maken. Ik vond het, ja, wat ik al zeg, best wel een leuke game mode. Het duurde alleen net iets te lang. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie van deze game mode vinden. Of jullie wat van deze game mode snapten in het begin al. En wil ik jullie voor bij deze nu eigenlijk allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En hoop ik echt tot de volgende keer.